Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast, aflevering 300, nog wat, in ieder geval 300 veel. Het gaat hard met de afleveringen, voor ik het weet zit ik alweer op 400. Damn, ik wist niet dat ik zo goed was in content eruit stampen, maar met de affirmatie, er is altijd inspiratie. Ik heb altijd inspiratie. Is het ook echt zo? Als dat je waarheid is, is het ook echt zo. En ik weet zeker, 100% zeker, dat ik dit sowieso een jaar vol ga houden. En mocht het een keer niet lukken, dan is dat ook volledig oké. Maar ik zou niet weten waarom het niet lukt. Ja, of ik moet heel ziek, zwak, misselijk zijn. Of niet in een hele erge situatie. Misschien kan ik me dat voorstellen. Maar anders, why not? Als het zelfs in de kerstvakantie lukt, dan moet het gewoon ook dit jaar vol te houden zijn. En misschien dat ik zelfs wel een commitment maak om het heel lang vol te houden. Als het gewaardeerd wordt door jou, door jullie. Let's see. Vandaag ga ik een vraag beantwoorden die ik kreeg via Instagram. Ik ga hem er even bij pakken. En dit gaat over afvallen met de wet van aantrekking. En vooral echt op een diep level de controle loslaten. Want daar zit het hem in. Dat is echt diep vertrouwen. Dat is echt loslaten van weerstand. Dat is echt stap 3 in de ontvangmodus komen. Ik ga eventjes letterlijk de vraag erbij pakken. Moet ik hem even van vliegtuigmodus afhalen, zie ik. Even kijken. Je hoort me zelfs een beetje hijgen. Even kijken. Ja, hier is die. Oké. Nou, de vraag luidt als volgt. Vraag je Kim, hoe heb jij de waarheid gemanifesteerd qua ik kan alles eten en ik blijf toch slank? Ik wil, ik wil pro-atleten of ik wil pro-atleten zijn. En gelukkig altijd slank. Hierin wil ik echt, verlang ik echt dat ik alles kan eten en al mijn voeding naar spieren gaan. En vetpercentage min 10 blijft. Wedstrijd ready, zeg maar. Oké. Nou, die percentages ken ik niet, omdat ik dat zelf nooit gedaan heb en ook niet het verlangen heb gehad. Maar oké. Maar net als jij, voedingscoach, en door ervaringen van eerdere wedstrijden, heb ik nog een beetje de overtuiging dat ik laag in calorieën moet en geen bad food like snacks kan hebben. Maar wil die shift maken? Hoe ging jij daarmee om? Wat heb jij geleerd en hoe heb je het geshift? Ik teach mijn coaches wel dat alles kan met de juiste mindset en keuzes maken en een relatie met voeding. Maar ik werk toch ook met calorieën checken. Dus dat is wel tegenstrijdig. Oké. Nou, nogmaals, ten eerste, nou, dat is misschien wel heel belangrijk om te zeggen. Er is niets mis, in principe, hè, is er niks mis met calorieën tellen of op een weegschaal staan. Maar voor de meeste mensen, en dat gold voor mij ook, daardoor heb ik echt die stap gemaakt om dat los te laten. Voor de meeste mensen is het zo dat dat zorgt voor controlfreak gedrag en daardoor automatisch weerstand hebben. Snap je wat ik bedoel? Controle is de andere kant van diep vertrouwen en loslaten. En controle op het moment dat dat heel erg goed voelt en je voelt je supergoed en je weet gewoon van, als ik het zo doe, dan ga ik 100% mijn doel bereiken. En dan voel ik me ook goed bij en ik geloof er 100% in. Maar vooral het voelt goed, is er niks mis met calorieën tellen en op een weegschaal staan. Er is niets mis mee. Met niks is iets mis. Maar wel als het je een vervelend gevoel geeft of dat je het eigenlijk anders wil. En uit dit bericht blijkt heel duidelijk dat ze het eigenlijk anders wil. En dat is ook, die reis heb ik ook gemaakt, want ik merkte dat ik er moe van werd. Ik was er de hele dag mee bezig. Het controleerde alles in mij. Weet je, dat was dominant in alles wat ik deed. Ik was me continu bewust van mezelf en dan vooral in negatieve zin. Als ik mezelf zag, dan walgde ik van mezelf. Zo erg was het. Zo voelde ik me echt. Het is verschrikkelijk, I know, maar zo voelde het wel. En ik werd daar, ik confronteerde mezelf daar op een negatieve manier mee de hele tijd. En dat bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En ik wist, er moet iets veranderen, want ik ga dit niet volhouden. Ik wilde ook dat het zou veranderen, want ik was kapot. Ik was letterlijk qua energie kapot.
Ik ga mijn telefoon heel even op vliegtuigmodus zetten. Ja, oké. Okay. En ik wilde dat veranderen. Nogmaals, sorry, ik bleef heel even hangen omdat ik gebeld werd. Omdat vind ik nooit fijn als ik een podcast opneem. Dus ik heb nu op vliegtuigmodus gezet. Ik wilde dat veranderen. Ik was moe. Ik was op. Ik was emotioneel uitgeput. Ik wilde het veranderen. Daarom ben ik de keuze gaan maken. En mijn hoofdfocus is echt geweest loslaten van alles. Maar vooral de focus loslaten. Ik moet afvallen. Ik moet zo snel mogelijk afvallen. Dat heb ik losgelaten in de basis. En dat heeft alles veranderd voor mij. Dat ik niet meer gefixeerd was op ik moet afvallen. Ik moet zo snel mogelijk afvallen. Ik moet 10 kilo afvallen. Nee, ik ben geshift naar ik ga goed voor mezelf zorgen. En continu alles controleren. En dit mag ik wel en dit mag ik niet. Is niet goed voor mezelf zorgen, want ik voelde me er niet goed bij. Ik werd er niet goed van, letterlijk. Het kostte energie, het slurpte energie. Dat is niet goed voor jezelf zorgen. Goed voor jezelf zorgen, en dat wist ik, het concept wist ik, maar ik paste het niet toe en ik wist niet hoe. Is letterlijk naar je lichaam leren luisteren. En dat is echt durven voelen. Durven stilstaan. Heel veel mensen zeggen, ik kan niet voelen. En dat heb ik mezelf ook jaren aangepraat, maar dat is bullshit. Het is stap voor stap teruggaan en durven stilstaan. Echt letterlijk durven stilstaan, jezelf in de spiegel durven aankijken, je ogen sluiten en voelen. Wat heb ik nodig? Wat wil ik echt? Hoe is het ultiem voor mij? En voor mij was dat al die druk loslaten, al het moeten loslaten. Ik wil dat het fijn is. Ik wil kunnen genieten als ik iets eet. Ik wil ook kunnen snoepen en daar wil ik van kunnen genieten. En niet continu denken, hier word ik dik van. Bij alles wat ik at was, hier word ik dik van. Oh, zo vermoeiend. En dat wilde ik niet meer. Ik wist heel duidelijk wat ik wel wilde. En door los te laten, ik moet afvallen. Dat is echt key geweest voor mij. Shift vaker van, ik moet afvallen naar, ik wil zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. En toen ik dat deed, ging ik dus ook anders denken, anders voelen, andere acties ondernemen. Daar begint het bij. Anders denken, daardoor anders voelen en daardoor andere acties ondernemen. Want als ik niet meer moet afvallen, dan is het ook geen ramp als ik iets lekkers eet. Daar zit geen lading meer op. Die negatieve lading was er vanaf. Want ja, ik hoefde toch niet meer af te vallen. Die focus was er vanaf. En als ik zin had in een chocolaatje of in whatever, dan at ik dat. Maar ik dacht anders over de voeding die ik at. En ik weet het, dit is heel zweverig. Maar dit is ook wat Abraham Hicks teach. Je wordt niet dik van voeding. Je wordt dik van hoe je over die voeding denkt. Je wordt dik van hoe je over eten denkt. Twee mensen kunnen precies hetzelfde eten. En de ene denkt, oh, dit is lekker, dit voedt mijn lichaam. En de ander denkt, ik word er dik van. De een wordt er dik van. En de ander niet. Het hoeft niet je waarheid te zijn. Het is wel mijn waarheid. En het gaat je enorm dienen als je wil afvallen. Als jij wil eten wat je wil. Als jij van je lichaam wil gaan houden. Gaat het je enorm dienen als je dit als waarheid gaat aannemen. En dit is een proces. Dit is ook waarom ik Weight Loss Mastery heb ontwikkeld. Die training. Afvallen met de wet van aantrekking. Weight Loss Mastery. Jij kan dit. Het is een proces. Nogmaals, dan kom ik weer met mijn zin. Echt gun jezelf het proces. En vooral ook geniet van het proces. Jij kan dit. Het is een shift maken in jezelf. En dit wil ik echt met je delen. Want de hoofdshift die je moet maken is het loslaten van het moeten afvallen. Het willen afvallen. Het per se slank moeten zijn. Juist als je dat loslaat, gaat het gebeuren. Want je verlangen is al lang gehoord. Alleen omdat je het vanuit druk doet, zit er weerstand op. En kan die manifestatie niet tot je komen. En als je dat loslaat, en bij mij gebeurde dat door de shift te maken van ik moet afvallen naar ik ga zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Ging die weerstand er vanaf. En wat denk je dat gebeurde? Ik ging afvallen. Binnen een paar maanden was ik 10 kilo kwijt, moeiteloos. En ik had gewoon die chocolaatjes die ik eerder veroordeelde. Serieus, ik weet het. Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Dit bestaat. Dit kun jij leren. Dit is ook voor jou weggelegd. Your mind is your only limit. And your mind is your only enemy. Je ego, zoals in de podcast van gisteren. Dat ging dan over geld. Je ego is je grootste vijand hierin. En je ego hoef je niet mee af te rekenen. Die hoeft niet weg. Die moet je enkel gaan dienen. Die moet in lijn komen met je inner being. Want je inner being, die is al dat lichaam wat jij wil. Die is al die overvloed. Ga zorgen dat ego in lijn komt met inner being en je gaat dit realiseren. Het zit hem echt in loslaten, vertrouwen en je focus shiften. Loslaten is key. Maar vooral durven loslaten. Want voor control freaks, en ik ben, dat ben ik nu niet meer, maar daar kom ik echt vanaf, een ultieme control freak.
is dit gewoon een uitdaging. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Nogmaals, gun jezelf dit proces, want jij kan dit. Doe het in stapjes en ben trots op elke stap die je al zet. Maar blijf erin geloven dat dit ook voor jou is weggelegd. Alright. Haal die focus af. Laat los dat je moet afvallen. Je hoeft niet af te vallen. Het enige wat jij moet is van jezelf houden. En goed voor jezelf gaan zorgen. Als jij goed voor jezelf zorgt, gaat jouw lichaam je geven wat je wil. 100% gegarandeerd. Dat mag je echt voor mij aannemen. Ik ben het levende bewijs. En ik heb meer dan 1000. Ondertussen zullen het al 1000 mensen zijn. Zeker met de training. Mogen helpen hierin. En Weight Loss Mastery gaat voorlopig, ben ik niet van plan om die te lanceren. Maar ik ben aan het bedenken of ik niet een andere manier kan creëren om, om mensen toegang te verlenen. Want er is niet een vast tijdbestek. Je kunt het echt op je eigen tempo doen. En daarom is het ook niet zo van je kan alleen maar dan deelnemen. Dat is niet zo. Dus ik heb dat nog niet uitgevogeld. Het is nog niet in gang gezet. Maar mocht je dit luisteren en je hebt een heel sterk verlangen. Dat jij voelt van ik wil dit leren. Ik wil die training volgen. Het beste wat je dan kan doen. Ik ben even hard op aan het denken. Is mij een e-mailtje sturen naar info@kimmunnekom.nl. Dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Ik kan nog even niet 100% beloven. Maar dan ga ik even kijken wat ik voor je kan doen. Want zeker nu in het nieuwe jaar weet ik toch. Ook al zeg ik altijd. Goede voornemens is geen bullshit. Maar wel dat het op 1 januari is. Dat vind ik echt bullshit. Maar toch doen veel mensen het. En er is niks mis mee. Want ik heb ook weer nieuwe doelen gesteld voor 2021. Maar gun jezelf dit proces. Gun jezelf in 2021 deze transformatie. En als je dat met deze hulp wil doen, dan wil ik je daarbij helpen. Dus stuur dan even een mailtje naar info@kimmunnekom.nl. Ga ik dat nu zeggen, dan gaan we het regelen. Ja, iemand die dit heel graag wil, die wil ik dit ook gewoon laten doen. Dus bij deze mogelijkheid tot deelname, ik krijg er regelmatig berichten over, maar ik ga dat nu zeggen. Ik weet dat er nu heel erg behoefte aan is. Stuur me even een mailtje als je mee wil doen met Weight Loss Mastery. Dat je deze transformatie in gang wil zetten, nu in 2021 en nu op dit moment. Dan ga ik zorgen dat we dat gaan doen. Alright. Oké. Dan ga ik het nu hierbij laten. Pak eruit wat je eruit wil pakken. Pak eruit wat met jou resoneert. Luister hem desnoods 2 keer. Het is een korte aflevering. Maar ik denk dat ik gezegd heb wat ik moest zeggen. Nu, hierdoor, hiervoor, hierin, hierop. Maak er wel wat van. Ik hoop dat je het hebt kunnen horen. Ik hoop dat het is binnengekomen. Alright, dan dank je wel voor het luisteren. Als dit met je resoneert en als je er inspiratie hebt uitgehaald, alsjeblieft, deel hem. Tag mij weer, maak een screenshot, deel deze aflevering. Want ik weet zeker dat op dit stuk er heel veel mensen hulp kunnen gebruiken. En deze shift maken gaat echt voor zoveel resultaat zorgen. Dan kun je afrekenen met eindeloos dat gejojo en eindeloos dat gevecht. Ik heb 5 jaar lang gevochten. En het was wat dat betreft de zwaarste strijd die ik ooit... Ik denk dat je het herkent. Gun jezelf verlichting. En weet dat het bestaat. En maak vandaag de stap om daarmee te beginnen. Thank you. Ik spreek je morgen weer. En ik ga even een sprintje trekken, want we gaan zo meteen eten bij de schoonouders. En zijn vriendin wilde dat ik binnen een half uur terug was. En dat ga ik nooit rennen. Dus ik ga rennen nu. Oké, doei!